Ik lees een paar verhalen van Marga Minko, die vorig jaar de PC Hoofdprijs kreeg en dit jaar, namelijk op 31 maart, jongstleden, 100 jaar is geworden. Van geluk spreken. Terwijl ik op een zondagmiddag, kort voor het uitbreken van de oorlog, over het marktplein van mijn woonplaats liep, trof het me dat het zo onwerkelijk stil was. Ik zag geen voetgangers, geen fietsers, geen auto's. Het plein lag verlaten onder een fletse zon en alleen op de muziektent zaten roerloos een paar duiven. Het uit ronde keien bestaande plaveisel had een blauwachtige glans en er hing een geel waas over de huizen waarvan hier en daar een raam open stond. Een licht wapperen van de vitrage was de enige beweging die ik kon ontdekken. De stoelen op het caféterras naast de boterhal waren leeg. Ook de ober, die anders altijd in zijn witte jasje in de deuropening stond, ontbrak. Achter de spiegelruiten was het donker. Ik bleef op de stoep staan en deed voorzichtig een paar passen achteruit, tot mijn hakken stuitte tegen de pui van een drogisterij. Daar bekroop mij het onbehagelijke gevoel dat er in de stad iets moest zijn voorgevallen waarvan iedereen behalve ik op de hoogte was. Ik vroeg me af wat ik moest doen. Kon ik gewoon verder lopen en met het geluid van mijn voetstappen de stilte verbreken? Hoe lang ik daar gestaan heb, weet ik niet meer. Het kan een halve minuut zijn geweest, misschien een paar seconden. Maar toen ik uit een zijstraat twee fietsers zag komen die langzaam trappend de markt overstaken, leek er op zijn minst een kwartier voorbij te zijn gegaan. 3 weken later begon de bezetting. Ik trok weg uit de stad en kwam er pas geruime tijd na de bevrijding terug. Weer liep ik over het marktplein. De muziektent had plaats moeten maken voor een parkeerterrein dat vol auto's stond. Het plaveisel met de ronde keien was hetzelfde gebleven, alleen waren er nu witte strepen opgeschilderd. Ook op de stoepen lagen nog de grijsblauwe, ruitvormige tegels die aan plakken bestorven drop deden denken. Er waren verkeerslichten geplaatst en nieuwe winkels met puien van staal en glas maakten de vertrouwde gevelwanden bijna onherkenbaar. Voor het bordes van het stadhuis kwam ik een vrouw tegen die me staande hield. "Ken je me niet meer?" vroeg ze. Ze droeg een geruite jas en had kort geknipt bruin haar. Ze kwam me bekend voor, maar haar naam wilde me niet te binnen schieten. "We hebben samen op school gezeten." Ze legde haar hand op mijn arm. "Hoe gaat het met je?" "Goed," zei ik. "Je bent de oorlog doorgekomen?" "Dat zie je." "Je broer en zuster?" "Nee." "En je ouders?" Ze bleef me even zwijgend aankijken. De glimlach om haar mond werd een krampachtige trek. Op haar bovenlip zaten donkere stippen, alsof ze zich daar had geschoren. De huid onder haar ogen was licht gerimpeld. Ze boog zich naar me toe, haar hand nog altijd op mijn arm. "Daar mag jij van geluk spreken." Ze lachte nu breed, opgelucht, gaf me een kneepje en daarna zeiden we elkaar goedendag. Terwijl ik tussen de auto's en fietsers doorlaverend de markt overstak, kwam me ineens het beeld van die vooroorlogse zondagmiddag voor ogen. Het uitgestorven, doodstille plein, waarop ik alleen een vitrage had zien bewegen. En het werd me toen pas duidelijk dat het een angstig vermoeden moet zijn geweest, waardoor ik tegen de pui van de drogisterij was blijven staan. En de hele atmosfeer van gelatenheid die zich aan me had opgedrongen, een voorteken dat er iets onherstelbaars zou gaan gebeuren. Het adres. "Kent u me nog?" vroeg ik. De vrouw keek mij onderzoekend aan. Ze had de deur op een kier geopend. Ik kwam dichterbij en ging op het stoepje staan. "Nee, ik ken u niet. Ik ben de dochter van mevrouw S." Ze hield haar hand om de deur, alsof ze wilde beletten dat hij verder open zou gaan. Haar gezicht verried geen enkel teken van herkenning. Ze bleef me zwijgend aankijken. "Misschien heb ik me vergist," dacht ik. "Misschien is ze het niet. Ik had haar maar 1 keer vluchtig gezien en dat was jaren geleden. Het was best mogelijk dat ik op een verkeerde bel had gedrukt." De vrouw liet de deur los en deed een stap opzij. Ze had een groen gebreid vest aan. De houten knopen waren door het wassen iets verbleekt. Ze zag dat ik naar het vest keek en verschool zich weer half achter de deur. Maar ik wist nu dat ik goed was. "U hebt mijn moeder toch gekend?" vroeg ik. "Ben je teruggekomen?" zei de vrouw. "Ik dacht dat er niemand teruggekomen was." "Alleen ik."
Achter haar in de gang ging een deur open en dicht. Er kwam een muffe lucht naar buiten. Het spijt me, ik kan niets voor u doen. Ik ben speciaal met de trein hier naartoe gekomen. Ik had u even willen spreken. Het schikt me nu niet, zei de vrouw. Ik kan u niet ontvangen. Een andere keer. Ze knikte en sloot behoedzaam de deur, alsof er in huis niemand gestoord mocht worden. Ik bleef nog even op de stoep staan. Het gordijn voor het erkerraam bewoog. Iemand gluurde naar mij en zou straks vragen wat ik moest. Och, niets, zou de vrouw zeggen. Het was niets. Opnieuw keek ik naar het naambordje. Dordling stond er, met zwarte letters op wit emaille. En op de stijl iets hoger het nummer. Nummer 46. Terwijl ik langzaam terugliep naar het station, dacht ik aan mijn moeder die me jaren geleden eens het adres gegeven had. Het was in de eerste helft van de oorlog geweest. Ik kwam voor een paar dagen thuis en het viel me dadelijk op dat er in de kamers het een en ander veranderd was. Ik miste allerlei dingen. Mijn moeder verbaasde zich erover dat ik het zo gauw gemerkt had. Daarop vertelde ze mij over mevrouw Dorling. Ik had nog nooit van haar gehoord, maar ze bleek een oude kennis van mijn moeder te zijn die ze in geen jaren had gezien. Ze was plotseling komen opdagen en had de kennismaking hernieuwd. Sindsdien kwam ze geregeld. Iedere keer als ze hier weggaat, neemt ze iets mee naar huis, zei mijn moeder. Al het tafelzilver heeft ze in één keer meegenomen. En dan de antieke borden die daar hingen. Met die grote vazen heeft ze erg moeten sjouwen. En ik ben bang dat ze van het serviesgoed spit in haar rug heeft gekregen. Mijn moeder schudde meewarig het hoofd. Ik zou het haar nooit hebben durven vragen. Ze heeft het mezelf voorgesteld. Ze stond er zelfs op. Ze wil al mijn mooie dingen redden. Als we hier weg moeten, zullen we alles kwijtraken, zegt ze. Hebt u met haar afgesproken dat ze alles bewaart, vroeg ik. Alsof dat nodig is, riep mijn moeder uit. Het zou gewoon een belediging zijn zoiets af te spreken. En denk eens aan het risico dat ze loopt, telkens als ze met een volle koffer of tas onze deur uitgaat. Mijn moeder scheen te merken dat ik niet geheel overtuigd was. Ze keek me verwijtend aan en daarna spraken wij niet meer over. Ik was intussen bij het station gekomen zonder al te veel op de weg te hebben gelet. Voor het eerst sinds de oorlog liep ik weer door de bekende wijken, maar ik zou niet verder gaan dan noodzakelijk was. Ik wilde mezelf niet kwellen met de aanblik van straten en huizen vol herinneringen aan een dierbare tijd. In de trein terug zag ik mevrouw Dorling weer voor me zoals ik haar de eerste keer had ontmoet. Het was de morgen na de dag dat mijn moeder mij over haar verteld had. Ik was laat opgestaan en de trap afkomend zag ik dat mijn moeder juist iemand uitliet, een vrouw met een brede rug. Daar is mijn dochter, zei mijn moeder. Ze wenkte naar me. De vrouw knikte en nam de koffer op die onder de kapstok stond. Ze droeg een bruine mantel en vormeloze hoed. Woont ze ver? Vroeg ik toen ik had gezien hoe moeizaam ze met de zware koffer het huis uitging. In de Marconistraat, zei mijn moeder. Nummer 46, onthoud het maar. Ik had het onthouden. Ik had alleen erg lang gewacht met er naartoe te gaan. De eerste tijd na de bevrijding interesseerde ik me helemaal niet voor al die opgeborgen boel en natuurlijk kwam er ook iets van angst bij. Angst om geconfronteerd te worden met dingen die behoord hadden tot een verband dat niet meer bestond, die opgeborgen waren in kisten en dozen en vergeefs wachten tot ze weer op hun plaats gezet zouden worden. Die het al die jaren hadden uitgehouden omdat het dingen waren. Maar langzamerhand werd alles weer normaal. Er was brood dat steeds lichter van kleur werd. Er was een bed waar je onbedreigd in kon slapen. Een kamer met een uitzicht waar je iedere dag meer aan gewend raakte. En op een dag merkte ik dat ik nieuwsgierig werd naar al de eigendommen die nog op het adres moesten zijn. Ik wilde ze zien, aanraken, herkennen. Na mijn eerste vergeefse bezoek aan het huis van mevrouw Dorling besloot ik het een tweede keer te proberen. Het was nu een meisje van een jaar of 14 dat mij opendeed. Ik vroeg haar of haar moeder thuis was. Nee, zei ze, mijn moeder is even een boodschap doen. Dat hindert niet, zei ik. Ik wacht wel op haar. Ik volgde het meisje door de gang. Naast een spiegel hing een ouderwets chanukka-ijzer. We hadden het nooit gebruikt omdat het veel omslachtiger was dan een kandelaar. Wilt u nu gaan zitten? Vroeg het meisje. Ze hield de kamerdeur open en ik ging langs haar naar binnen. Geschrokken bleef ik staan.
Ik was in een vertrek dat ik kende en niet kende. Ik bevond mij te midden van dingen die ik terug had willen zien, maar die me in de vreemde atmosfeer beklemden. Of het kwam door de smakeloze manier waarop alles gerangschikt was, of door de lelijke meubels of de benauwde lucht die er hing, weet ik niet. Maar ik durfde nauwelijks meer omheen te kijken. Het meisje verschoof een stoel. Ik ging zitten en staarde op het wollen tafelkleed. Ik raakte het voorzichtig aan. Ik wreef erover. Mijn vingers werden warm van het wrijven. Ik volgde de lijnen van het patroon. Ergens aan de rand moest een brandgaatje zitten dat nooit hersteld was. Mijn moeder zal zo wel komen, zei het meisje. Ik had al thee voor haar gezet. Wilt u een kopje? Graag. Ik keek op. Het meisje zette kopjes klaar op de theetafel. Ze had een brede rug, net als haar moeder. Ze schonk thee uit een witte pot. Alleen om het deksel zat een goud randje, herinnerde ik me. Ze deed een doosje open en nam er lepeltjes uit. Een mooi doosje is dat. Ik hoorde mijn eigen stem. Het was een vreemde stem, alsof elk geluid in deze kamer een andere klank kreeg. Hebt u er verstand van? Ze had zich omgedraaid en bracht me mijn thee. Ze lachte. Mijn moeder zegt dat het antiek is. We hebben nog veel meer. Ze wees de kamer rond. Kijkt u maar eens. Ik hoefde haar hand niet te volgen. Ik wist welke dingen ze bedoelde. Ik keek alleen naar het stilleven boven de theetafel. Als kind had ik altijd zo'n trek gehad in de appel die op het tinnen bord lag. We gebruiken het overal voor, zei ze. We hebben wel eens gegeten van de borden die aan de muur hangen. Ik wou het zo graag, maar het was heel gewoon. Aan de rand van het tafelkleed had ik het brandgaatje gevonden. Het meisje keek mij vragend aan. Ja, zei ik. Je raakt aan al die mooie dingen in huis gewend. Je kijkt er haast niet meer naar. Je merkt het pas wanneer er eens iets weg is, omdat het gerepareerd moet worden, of omdat je het uitgeleend hebt, bijvoorbeeld. Weer hoorde ik de onnatuurlijke klank van mijn stem en ik vervolgde. Ik herinner me dat mijn moeder me eens vroeg of ik haar wilde helpen met zilver poetsen. Het is al heel lang geleden en ik zal me die dag waarschijnlijk verveeld hebben. Of misschien moest ik thuis blijven omdat ik ziek was geweest, want ze had het me nog nooit gevraagd. Ik vroeg haar welk zilver ze bedoelde en ze antwoordde me verbaasd dat ze het natuurlijk over de lepels, vorken en messen had. En dat was nu het vreemde. Ik wist niet dat de voorwerpen waar we iedere dag mee aten van zilver waren. Het meisje lachte weer. Ik weet dat jij het ook niet weet, keek haar strak aan. Waar we mee eten? Vroeg ze. Nu, weet je het? Ze aarzelde. Ze liep naar het buffet en wilde een la opentrekken. Ik zal eens kijken, het ligt hierin. Ik sprong op. Ik vergeet mijn tijd, ik moet mijn trein nog halen. Ze stond met haar hand aan de la. Had u niet mijn moeder willen wachten? Nee, ik moet weg. Ik liep naar de deur. Het meisje trok de la open. Ik vind het wel. Toen ik door de gang liep, hoorde ik het gerinkel van lepels en vorken. Op de hoek van de straat keek ik omhoog naar het naambordje. Marconistraat stond er. Ik was op nummer 46 geweest. Het adres was goed. Maar nu wilde ik het niet langer onthouden. Ik zou er niet meer heen gaan, want de voorwerpen die in je herinnering verbonden zijn met het vertrouwde leven van vroeger, verliezen eensklaps hun waarde wanneer je ze, uit hun verbrand gerukt, terugziet in een vreemde omgeving. En wat zou ik ermee moeten doen op een kleine huurkamer, waar langs de ramen nog de flarden hingen van verduisteringspapier en in de smalle tafellaa niet meer dan een handvol eetgerei paste? Ik nam mij voor het adres te vergeten. Van alle dingen die ik vergeten moest, zou dat me het gemakkelijkst vallen. Roze schuimpjes. Mag ik een ons schuimpjes? Vroeg hij. Hebt u een vergunning? Vroeg het meisje achter de toonbank. Nee, zei hij, dan gaat het niet, dat weet u. Wilt u ze me niet zo verkopen? Hij bracht zijn gezicht iets dichter bij het hare. Ik kijk wel uit, maar het is riskant. Mag het niet iets anders wezen? Ik heb verse boterbiesjes, kletskoppen, kano's, spritsen, macarons. Het klinkt heel smakelijk allemaal, maar ik kom voor schuimpjes. Meneer, ik mag het niet doen. Ze keek over zijn schouder alsof ze de volgende klant wilde helpen. Maar er was verder niemand in de winkel. Hij bleef staan en boog zich nog wat meer naar haar toe. Wilt u voor deze keer niet eens over uw hart strijken? Ik heb alleen roze schuimpjes, zei ze. Dat komt goed uit, die wou ik net hebben.
Hij zette zijn tas voor haar neer, deed hem open en liet haar een koffieblik zien waarvan hij het deksel afnam. Als u ze hierin doet, kraait er geen haan naar. Vooruit dan maar, het meisje zuchtte. Voor deze ene keer wil ik ze u wel clandestien verkopen, maar zegt u in godsnaam nooit tegen iemand dat u ze van mij hebt. Ze bukte zich achter de toonbank, zodat hij alleen nog haar rug zag met de gekruiste witte schortbanden. Hij hoorde haar in een trommel scharrelen en hield zijn tas alvast zo ver mogelijk open. Toen ze weer recht stond, deed ze snel het zakje in het blik. Dat is dan 2,50. Pardon? Hij schrok. Kosten ons schuimpjes 2,50? Ja, wat wilt u? Zonder vergunning? Denkt u eens aan het risico dat ik loop? Hij knikte. Het is goed, zei hij. Legde een biljet van Rijksdaalder voor haar neer en verliet de winkel. Toen hij de tramhalte aan de overkant van de straat had bereikt, zag hij een agent langzaam op zich afkomen. Gelukkig schoof op dat moment net een lijn 14 langs de vluchtheuvel. Hij holde er naartoe en wist in het gedrang met moeite een plaats te vinden op het achterbalkon. Aan de hand waarmee hij de lus vasthield, hing ook zijn tas. Een vrouw vroeg of hij er soms eieren in had zitten, maar hij deed of hij haar niet hoorde. Hij neuriede wat en keek naar buiten. Bij de volgende halte stapte een controleur in. Dat beviel hem niet. Nu moeten we onze tassen openmaken, dacht hij. En terwijl de tram optrok, sprong hij eraf en holde een zijstraat in, waar hij bedaard verder liep nadat hij had vastgesteld dat niemand hem volgde. Even overwoog hij of hij een taxi naar Francine zou nemen, maar hij zag ervan af. De schuimpjes waren al duur genoeg geweest. Bij het passeren van de banketbakkerswinkel viel zijn oog op een aanplakbiljet dat tegen de etalage eruit hing. Verbod van schuimpjes stond er met vette letters op. Hoewel hij de verordening kende, had hij de tekst nog niet gelezen. Hij nam er nu op zijn gemak kennis van. Het was de burgerij ten strengste verboden schuimpjes te kopen of te consumeren. Op overtreding van het verbod stonden zware straffen. In zeer speciale gevallen kon vergunning worden verleend voor de aankoop van 1 ons witte of bruine schuimpjes, in geen geval roze. Hij glimlachte, drukte de tas vaster onder zijn arm en wandelde door. Maar na een paar meter werd hij aangeroepen. Hij keek om en zag een man uit de banketbakkerswinkel komen die naar hem wenkte. Om de platte pet van de man zat een roze band. Meneer, mag ik uw identiteitsbewijs even zien? Vroeg hij. Waarom wilt u dat zien? Ik ben een controleur op de naleving van het schuimverbod. Hij wees op zijn insigne, een roze rozet met een lichtbruin randje. Alsjeblieft. Een geluk dat hij zijn papier bij zich had. Dank u, zei de controleur. Wat zit er in uw tas? O, een blik koffie. Mag ik zo vrij zijn dat te verifiëren? Gaat uw gang. Hij maakte zijn tas open. De controleur bekeek het blik en knikte. In orde. Loopt u maar door. Graag. Hij wilde er net de pas in zetten toen de man hem aan zijn jasje trok. Wacht u nog een ogenblik. Ik dacht dat het in orde was. Het is in orde. Ik wil alleen weten waar hij naartoe gaat. Naar een kennis. In welke wijk woont hij? In wijk D. Goed dat ik het vraag. Dat is de wijk waar de meeste overtredingen geconstateerd zijn. O ja? Ja. U denkt er wel aan, hè? De straffen zijn niet mals. Dat weet ik, zei hij. Ik zal eraan denken. Hij knikte de controleur vriendelijk toe en haastte zich de straat uit. Het is weer gelukt, riep hij, zodra hij bij Francine was. Hij liep achter haar aan naar binnen en zette zijn tas op een stoel. Wat heerlijk, zei ze. Waar ben je nu geweest? In een heel andere buurt. Hij gaf haar het zakje. Toch wel roze? Vroeg ze voor ze het openmaakte. Kijk maar. O, prachtig, riep ze. Voorzichtig schudde ze het zakje leeg in een hoge kartonnen doos die op tafel stond. Hij is al haast vol. Hoe vind je dat? Mooi, zei hij. Ik was wel bijna de klos, want ik werd aangehouden door een controleur. Hij wou zien wat ik in mijn tas had. Dat koffieblik was een goed idee van je. Jij zult nooit last krijgen, lieverd. Ik vind er altijd wel iets op. Francine maakte een dansje om de tafel en liet zich lang uit op de divan vallen. Hij keek naar haar spartelende benen, knielde bij haar neer en streelde haar. Je hebt er nu zeker genoeg, zei hij zacht. Wel nee, riep ze met haar arm op zijn hals. Nog lang niet. Je zult echt nog een paar keer voor moeten gaan. Dat wil je toch wel voor me doen? Nou ja, zei hij, als het moet. Ze tuitte haar lippen en begon hem te kussen.
Op dat moment werd er gebeld. Ze sprong van de divan, trok haar rok recht en schoof de doos onder het buffet. Voor alle zekerheid, zei ze. Maar het zal Johan zijn, die wist ook nog aan de roze schuimpjes te komen, de schat. Het was de controleur, dezelfde die hem had aangehouden. Hij moest hem gevolgd zijn en stapte nu de kamer binnen met een bevel tot huiszoeking. Het kostte hem weinig moeite om de doos te vinden. Dat koffieblik was een aardige vondst, zei hij, maar door die trucs laten wij ons niet om de tuin leiden. U bent gearresteerd, meneer. Gaat u met mij mee? Zoals u wilt. Hij trok zijn jas aan en pakte zijn tas. Hou je goed, zei hij tegen Francine, die huilend met hem meeliep naar de voordeur. Ze bleef op de stoep staan tot de wachtende auto wegreed. Hij zwaaide naar haar. De doos met schuimpjes stond naast hem op de achterbank. Hij had zin om er een greep in te doen. De controleur sprak door de mobielefoon met het hoofdbureau en meldde zijn laatste vangst. Iemand antwoordde en het klonk of hij daarbij zijn neus dicht hield. Het herinnerde hem aan zijn jeugd, hoe hij als jongen zijn neus toekneep wanneer hij leverdraad moest slikken. Ze reden door de binnenstad waar het opvallend druk was en onrustig. Overal zag hij samenscholingen en in veel straten liepen de mensen midden op de rijweg. De chauffeur had steeds meer moeite om door de drommen heen te komen en ten slotte op een menigte die niet wilde wijken. De controleur boog zich uit het raampje. Hé, hey, gaan jullie eens opzij, riep hij. Zijn sommatie werd met gejoel ontvangen. Men rende op de auto af, rukte de portieren open, sleurde de chauffeur en de controleur eruit en maakte zich meester van de doos. Op hem lette niemand. Hij stapte nu ook maar uit en onmiddellijk vlogen de schuimpjes hem om de oren. Die zijn van Francine, riep hij. Ze verstonden hem niet. Iedereen graaide, gooide, raapte en gooide opnieuw. Van alle kanten kwamen ze aandragen met dozen vol schuimpjes. De ramen gingen open en hele ladingen van het luchtige spul werden naar buiten gesmeten. Het dwarrelde omlaag als een sneeuwbui van roze vlokken. Ik moet naar Francine, dacht hij. Ik moet haar inlichten. Alles is veranderd. Hij probeerde uit het gedrang te komen, maar het lukte hem niet. Ingeklemd tussen een zingende en hossende massa voelde hij het overal onder zijn voeten kraken. De handvol schuimpjes die hij geraapt had, wierp hij met een zwaai van zich af. Eén ervan kwam terecht op de hoed van een vrouw, een witte vilthoed. Het bleef op de rand liggen als een garnering die daar hoorde.